welkom bij de Ado Journaal. We staan op de mixzone, dat kan maar één ding betekenen natuurlijk. We hebben gewonnen van NAC. Oh ja Bert, met 3-2. Zat er eigenlijk niet in, vond ik zelf. Maar we hebben het toch geflikt. We babbelen met wat mensen, kijk mee. Yo, nog staan we met Sander Hardkoop natuurlijk, vriendje van het Ado Journaal. Maat, ja, je komt erin en het gebeurt hè. Ja, het is een gouden wissel noemen ze dat denk ik hè. Wel risico's van de trainer. Ja, nee, qua spelen natuurlijk. Ja, je zet gewoon vier aanvallers erin. En ja. Dan laat je wel een heel gat op het middenveld achter. Maar we waren gewoon heel opportunistisch op een gegeven moment. En moet je kijken wat het ons heeft gebracht. Dus, je stond voor de wissel en die wissel die kwam maar niet. Ik zag je ook kijken links en rechts van, duurt het nou nog langer? Ja. Want je bent uiterst geconcentreerd natuurlijk. Ja, inderdaad. Nee, ik was al klaar om erin te gaan. En de bal ging maar niet het veld uit. En dat duurt het nog wel een paar minuten. Wat deden we fout in het begin van de wedstrijd? Wat ik fout deed? Nee, wat wij fout deden in het begin van de wedstrijd? We hebben enorm wat kansen gehad, niet afgemaakt. En wij wisten al dat zij het gingen ophouden. En dat hebben ze ook gedaan. En daarom was het gewoon heel lastig om te scoren. Een paar keer ook ongelukkig. En je komt dan op een gegeven moment op 1-0 achterstand. Onverdiend eigenlijk. Ja. Daarna kom je wel gewoon weer goed terug. Maar dat geef je toch wel weer uit handen. Daarna we zijn gewoon vol op de aanval gegaan. Ja, ja, ja. En, wel in het achterhoofd van we moeten niet alles opengooien. En hebben de verdedigers ook gewoon goed gedaan. En de aanvallers die moeten maar scoren dan. Ja. Maar ik vind het lekkerste voor jou, maat. Want je weet, ik gun het je. Ja. En dit wordt een happy Valentijn. Daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht, joh. Nee, je bent alleen met de wedstrijd. Ja. Maar je hebt nog achter in de auto een doos zitten natuurlijk van de Pabo. Ja, dat is waar. Ja, dus die kun je nog cadeau geven, maar... Ja, ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Ik ben in ieder geval blij dat je gescoord hebt. Dankjewel. En dat was nog een mooie... Wat ik ook leuk vond, spelers helemaal blij ook voor je. Allemaal blij. Ja, tuurlijk. Ja, nee, top maat. Dankjewel. Goed weekend, hè. Ja, thanks. Wel, top. Nou, thanks. Natuurlijk ook even met Mikey, want luister en Hava. Ik ben gewend dat hij speelt natuurlijk. En ja, toen hoorde ik het al van de week met dat voetje. Maar dan toch erin komen, maat. Ja, eigenlijk eerder dan verwacht. Maar ja, op dat moment stonden we achter. Dus dan wil ik er natuurlijk heel graag in. Ja, je weet dat ik je een leuke voetballer vind. Maar dat was meteen dreiging. Maar de trainer nam ook risico's. Want Sander ook erin en zo. Ja, op dat moment dat ik erin kwam, ging volgens mij gelijk met vier aanvallers spelen. Maar als je thuis tegen NAC achter staat, dan... vind ik dat ook wel terecht. Zijn we eigenlijk zijn we niet zoveel in de problemen geweest. Alleen ja, hun scoren wel twee keer. Ja, klopt. Kijk, ze zakten helemaal in en hebben eigenlijk alleen maar verdedigd. Maar ja, dan, als je dan achterkomt, dan maak je jezelf extra lastig. En voor de rest hebben we denk ik heel weinig weggegeven. Maar ja, hebben we ons goed hersteld. Hoe is het om vanaf de bank te kijken, maat? Ja, vreselijk. Ja. Ja, ik weet het niet. Hoe lang geleden is het dat je eigenlijk op de bank hebt gezeten? Ja, heel lang. Ik zat er voor de wedstrijd over na te denken. Volgens mij vorig seizoen heb ik 33 wedstrijden gespeeld, was ik eentje geschorst. Volgens mij het jaar daarvoor heb ik ook 33 gespeeld en was ik één keer geblesseerd. Ja. Dus het jaar daarvoor heb ik volgens mij één keer een door de weekse wedstrijd niet gespeeld. Dus het is wel weer een tijdje terug. Ja, dus dat is wel balen toch? Ja, en ik wil het ook zo min mogelijk meemaken, want ik zit er alleen maar met zweetanden. En, dan ben je eigenlijk gewoon ook supporter. Maar nou, goed weekend maat. Want ja, je begrijpt het wel, André en ik zaten op de tribune natuurlijk. Oh nee hè. Ja. Want ik kan het wel zeggen, ik heb gespeeld Heracles winnend. Gek. Tegen Feyenoord, die hebben gewonnen. Zo. Ik heb daarna gehad ik winnen. Dat, ja, dat was de laagste coat. Oh. Dus dat bleek nog de moeilijkste misschien te zijn. En ik heb morgen Twente winnen. Die moet natuurlijk ook nog winnen. Hè. Ook een makkie toch? Ja, dat is ook een makkie. Maar wat ga je doen dan de rest? Want ja, van de week hadden jullie van de Pabo nog bij haartjes en dingen. We hebben speelgoed gehad. Dus, ja. Dat doosje moet er maar aanpakken. Nou vraag ik me dan af. Kijk, ik heb tegen jou wel zeggen. Wat zeggen ze dan thuis daarvan? Is het wat raar dat je zo'n doos krijgt? Nou, volgens mij viel het wel mee. Kijk, ja. Vrouwen vinden dat toch niet leuk? Vrouwen vinden het volgens mij minder leuk dan dat de mannen het vinden. Ja. Maar ik vond het een mooi setje. Dus, ik vind het ook een mooi setje. Ik heb hem voorgehouden bij me. Ja. Mijn borsten passen erin, maat. Maar hij gaat niet dicht. Nee, hij gaat niet dicht. Ja, maar het was ook een heel klein maatje. Ja, dus, ik heb niet veel. Nee. Maar voor een man is het een knap. Ja, nou, dat gaat weer ergens over, maat. Maar dat maakt niet uit. We lullen lekker. Goed weekend. Ja, jij ook. Oké.
En tanks maakt dat je... Wat moet je nou doen? Moet je nou een speciale behandeling? Nee, ja, gewoon goed ijzen. IJs? Nee, dat wilde ik wel, maar... ijzen. Ja, spuiten, ja, op zich wilde ik gewoon... Nee, niet. Ja, maar vandaag wilde ik eigenlijk gewoon heel graag spelen. En dat is logisch, want het is een van de belangrijkere wedstrijden dit seizoen tot nu toe. Dus ja, dan wil je altijd spelen, maar... Ja. Nee, maar wat zou er fout kunnen gaan dan? Want heb je aan je voet? Nou ja, in principe is het gewoon een kneuzing. Kijk, in principe kan niks kapot. Alleen elke bal die je raakt doet zeer. Dus als je dat dan verdooft, dan... Maar dan voel je toch ook niet hoe je de bal moet schieten als die verdooft? Ja, weet ik niet. Ik heb nog nooit met een spuit gespeeld, maar... Nou, dat gaan we niet doen ook, maat. Hey, goed weekend. Ja, oké. Top. Maaike Verdeuning. Luister naar. Ik sta naast een man die is natuurlijk veel besproken de laatste tijd, hè, maat? Nou, er is niet over gesproken. Maat, jij stond in de basis en je doet wat de spits moet doen. Je scoort 2 keer. Ja, gelukkig wel. Ja. Ik moet zeggen, het spel persoonlijk kan beter. Zeker in de combinatie een paar keer een slordige kaats. Maar ja, als je het praat over de effectiviteit in de doelkansen, dan 2-2. Zo zie ik dat. Ik dacht dat je die tweede erin kopte totdat André net met de beelden laat zien. Ja, dat ging zo en toen via de schouder. Ging hij ging wel via het hoofd. Ja, ging eerst hoofd. Alleen maar nee, hij ging zo en toen ging hij via de schouder. Ging maar ja, hij het maakt niet uit, want ik vind hem wel mooi. Ja, ik vind hem ook mooi. Prima, hij zit toch gewoon. Ja. De eerste, nam hij hem bewust zo? Ja, over de keeper instiften. Ja. Ik dacht, die gaat erover. Ja, ik ben altijd zo bang, hè, want ik zie niet zo scherp natuurlijk. Nee, je wordt ook wat ouder. Dat is ook logisch. Maar ik zag dat Danny hem open aannam. Ik dacht, als hij hem steekt, dan zal de keeper uitkomen en dan kan ik hem eroverheen choepen. Ja, het is misschien niet om aan een spits te vragen, maar waarom zijn wij eerst in de problemen geweest? Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. De eerste is natuurlijk een ingooi waar we... Ja, staan we gewoon niet goed. Dat is eigenlijk best wel slecht, want het is één ingooi en dan schieten volgens mij door de benen bij Timothy of bij Vito. En die tweede, dat leek me ook een is precies hetzelfde. Is ook precies hetzelfde. Ja. Hij doet net alsof hij hem in de verre hoek schiet en de verdediger zet een pas en dan schiet hem door de benen. Ja, de BS keeper zijn er bijna altijd kansloos. Dus. Ja, wat ik zeg, hun scoren 2 kansen, 2 doelpunten. Ja. Toen zag ik op een gegeven moment Mike die moest gaan wisselen. Ik denk, wat zal de trainer doen? Haalt hij nou een kramertje eruit en gooit hij Mikey erin? Of gaat hij gewoon... En ja hoor, en ook nog Sander Hardkoop natuurlijk. Ja, nee, ik moet zeggen dat ze allebei zeer sterk invoerden. Ik vond Mike super, super, super gretig, super fit. En ik denk dat zeker een meerwaarde was voor ons vandaag. En ik denk dat Mike al bewezen heeft dat hij voor ons veel waarde heeft. En Alexander met een doelpunt en met zijn gevaarlijke voorzetten. Hij geeft dat gewoon heel veel mogelijkheden, zeker voor een spits zijnde als ik. Dus dat is alleen maar goed en lekker. Is onze voorhoede sterker geworden met die 2 nieuwe jongens aan de zijkanten? Of anders? Sowieso sterker, want die krijgt concurrentie onderling. En ze vullen het iets anders in dan bijvoorbeeld Sander en Schet. Schet en Sander zijn echte buitenspelers die het moeten hebben van een actie en dan een voorzet. Terwijl deze jongens wat meer naar binnen komen en wat meer variëren. Dus het is sowieso anders spelen, maar dat geeft de trainer alleen maar meer keuzes. Oké, goed weekend. Ja, dit is Valentijn. Ja. Ga je nog wat leuks doen? Ja, slapen zo. Oké, niet het doosje uitpakken van de paardboot. Dat heb ik vanochtend al gedaan. Okay. Samen met trainer Henk Vreeser. Henk, ten eerste gefeliciteerd natuurlijk. Dat was een overwinning. Waar ik op het laatst eigenlijk op hoopte, maar ik rekende er niet meer op. Ja. Ik ben benieuwd wat je nou weer voor sms'jes krijgt, want je hebt risico's genomen. Het is goed uitgepakt. Ja, nou ja, een beetje dat pech wat we vorige week hadden. Zo gelukkig waren we vandaag. Ja. Ik bedoel, je begint goed aan de wedstrijd. Zij komen op een 0-1 voorsprong, wat er wel een behoorlijke tik was voor ons. Zeker omdat je weet hoe zij voetballen, dat zij meer kansen zullen krijgen. Ja. Hansen redt ons, denk ik, in die fase. Daarna maakt, denk ik, Kramer maakt natuurlijk een schitterende gelijkmaker. Dat is echt kwaliteit als je die bal nog zo over een keeper kan krijgen. En dan krijgen we natuurlijk weer een moment, ik zal niet zeggen onachtzaam. De eerste was onachtzaamheid. De tweede kan beter verdedigd worden, vind ik. Slap balletje, slap. Ja, maar goed. Die tik was behoorlijk, maar de ploeg reageerde daar minder nerveus op. Je merkte dat we goed in de wedstrijd zaten. Je merkte eigenlijk steeds dat wij de bovenliggende partij waren. Maar ja, het blijft een tikje. Gelukkig bleven we de bal rond laten gaan en bleven we initiatief houden, bleven we lef tonen. Ja, en dan moet je een beetje geluk hebben. En je krijgt een rebound, dus Houtkoop heel alert. Nou ja, en de derde goal, dat is een beetje, vind ik...
als ik het zo mag zeggen, de verdienste ook van de staf. Dit is het voor het eerst dit seizoen, ja, vind ik dat wij een meer dan behoorlijke inbreng hadden in deze overwinning. Ja. Ja. We hebben heel veel risico genomen. We zijn gaan spelen met heel veel ballen vanaf de zijkant. En misschien wat gelukkig, de derde goal via zijn rug, dacht ik. Maar daar zat hij heel goed bij. En als je een spits hebt die zo van zijn twee kansen de twee inprikt, ja, daar moet je heel veel respect voor hebben. Maar ik denk dat als ploeg in zijn totaliteit dat we tot het einde zijn blijven gaan. En ik moet ook eerlijk zeggen, wij voelden ook, althans ik als trainer al, maar ik denk dat de ploeg dat ook gevoeld moet hebben, voelde dat de supporters ons bleven steunen en achter ons bleven staan. Het was een wisselwerking. Ik denk dat wij alles eraan deden en alles aan gedaan hebben. En het was heerlijk om die steun te voelen van die mensen. Het lijkt, tenminste, zo zie ik het als ik op de tribune zit, dat ze zich wel geven. Maar ik vond na de wissel van Mikey dat het meer werd. Ja, kijk, er is bij heel veel mensen een discussie over mij, persoontje en Kramer. Dat is niet eens een discussie. Nee. Het is een keuze die je soms moet maken. Kramer verricht aanzienlijk minder arbeid. Maar als je zo makkelijk scoort, ja, daar help je de ploeg ook mee. Ik heb er die ja. Maar goed, je merkt wel dat de komst van Duinen wel iets teweeg brengt. Ja. En dan kan je zeggen, die goals zijn schitterend. Ik geef ook niet voor niets aan de eerste, vind ik, van wereldklasse. Ja. Maar de mensen die op een andere manier een toegevoegde waarde zijn, zoals Mike, ja, die brengt wel wat los, ja. Ja, weet je. En dan doe ik nog mensen tekort, want ik moet zeggen, ik ben zo'n grote fan van Bakker. Ja. Ik vind Bakker met zijn leeftijd zo volwassen en zo, ja, een echte ADO-speler. Die toonde vanaf moment 1 lef en initiatief. Ja, ja. Ja, ik heb dat gevoel had ik, ja, ook. Ja, dus daar zat er eentje achter me die zei, die Bakker. Ik denk, ja, waar heb je er dan verstand van? Ik kan me voorstellen dat hij dat had, want Bakker had ook wel wat momentjes, ja, 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 van slordig balverlies. Maar daar ontkom je niet aan. Als je initiatief neemt, weet je dat je wat meer fouten kan maken. Er zijn misschien mensen bij die minder fouten maken, maar die hebben geen initiatief genomen. Nee, dus waar hecht je meer waarde aan? Nee, maat, goed weekend. Ga je rust pakken, want het is inmiddels 12 uur, geloof ik. Ja, je wil misschien ook een drankje doen. Ja, absoluut. Oké, veel plezier. Nou, we hebben met iedereen gepraat. Die hele mixzone is al leeg. De trainer kwam toch nog eventjes naar ons toe. Heel top natuurlijk, want hij zegt, de supporters die zijn belangrijk. Dit was de ADO Journaal. Laters!